Basisschool De Expeditie aan de Wiebenaheert in de wijk Bijhem sluit in augustus volgend jaar de deuren. Dat heeft onderwijsorganisatie O2G2 besloten. De school komt met een teruglopend leerlingenaantal, waardoor er niets anders rest dan de deuren te sluiten. De sluiting is opmerkelijk, omdat de school pas 2 jaar geleden de deuren opende. Nou, wij zien sowieso, de expeditie heeft een hele moeilijke start gehad. Hè. Fusie is altijd moeilijk en de start was moeilijk. Het leerlingenaantal is in de afgelopen 2 jaar gehalveerd. Hè. Het begon met 242 en we zitten nu op rond de 120. Dus ja, dat is een enorme afname van het leerlingenaantal. En de verwachting is niet dat dat nog verder toe zal nemen. Ondanks de school, de goede kwaliteit van het onderwijs. Want daar heeft het team afgelopen 2 jaar echt heel hard aan gewerkt. En het onderwijs is op orde, dus des te triester dat wij nu dit bericht moeten brengen. Basisschool De Expeditie is 2 jaar geleden ontstaan uit een fusie tussen basisscholen De Doefmat en De Dijk. Dat de school zo kort na de fusie al moet sluiten, is in Bijhem ingeslagen als een bom. Ja, zeker. We hebben donderdagavond te maken gehad met boze ouders, emotionele ouders, teleurgestelde ouders. Nou, allemaal heel begrijpelijk. Maar ja, we kunnen het niet anders maken en heel verdrietig. Dat de fusie lastig zou zijn, was vanaf het begin duidelijk. De Dijk werd als Montessori-school samengevoegd met de Doefmat, dat een compleet ander onderwijssysteem hanteerde. Ondanks dat het onderwijs nu kwalitatief op orde is, wil men de expeditie geen tijd geven om zich te herpakken. We hebben het onderzocht en we hebben gekeken van, kunnen we verder gaan als hele kleine school? Maar dat zou betekenen dat we al heel snel in moeten grijpen op het aanbod van leerkrachten. Dus het inzetten van leerkrachten. Hele kleine groepen. Ja, en dat, uiteindelijk is dat alles met elkaar echt van invloed op het onderwijs. En dan zal het betekenen dat die kwaliteit heel snel achteruit gaat. En ja, dat willen we niet. O2G2 laat weten dat het de bedoeling is om de huidige groep 7 in zijn geheel over te plaatsen naar basisschool De Bijhemkorf, zodat deze klas, die de vorige fusie bewust heeft meegemaakt, intact blijft.